Oké, ik wil me voorstellen, ik ben Peter, ik kom uit Nederland, uit Amsterdam. Ik heb hier een huis gekocht, 2,5 jaar geleden. Leek allemaal heel erg mooi. Uiteindelijk is hier van alles mis, eigenlijk veel te veel. De straten zijn niet af, voor kinderen gevaarlijk. Waar ze willen spelen, gaten in de vloer. Er liggen overal kabels, liggen los. We hebben hier loopt allerlei vieze troep, smerigheid, niemand ruimt het op. Het blijft zo liggen, waarschijnlijk ligt het er volgend jaar nog. Elk jaar wordt ons verteld, volgend jaar is alles klaar, volgend jaar is alles klaar. Ondertussen kom ik hier nu voor de derde keer en er is helemaal niks klaar. Het is alleen maar erger geworden. Als je naar boven kijkt, het hele pand is nog niet klaar. Daar horen nog de kozijnen in met de ramen. Gebeurt gewoon helemaal niet. Is gewoon compleet vergeten of men heeft er geen geld voor. Het geld is er waarschijnlijk wel, maar wordt ergens anders uitbesteed. De mensen hebben hier betaald, ik heb ook betaald, ik heb cash betaald, ik ben Europeaan. Ik verwacht als ik cash betaal dat ik gewoon mijn papier krijg, mijn eigendomsbewijs van mijn woning. En dat is dus niet gebeurd. Ik moet met stroom doen van de bouw, wanneer de bouw het schikt om het mij te geven. Soms heb ik stroom, soms heb ik geen stroom. Volgende dag.